Goedendag allemaal en hartelijk welkom bij weer een nieuwe video van de Snelle Keuken of Snelle Maaltijd met Mike. Vandaag gaan we een soort Spaanse biefstuk maken en ik wil daar als ondergrondje gewoon een groentemixje onder maken. Wat gaan we doen? We gaan de biefstuk die we hebben, een heel lekker mals stukje biefstuk hebben gekocht, die gaan we eigenlijk platter maken als een soort schnitzel, maar niet te dun. Het is niet zo dat het flint te dun is, maar gewoon iets dunner, iets langgerekter. En dan gaan we lekker een ondergrondje doen, bordje erbij pakken, dat erop, biefstukje eroverheen en dan een lekker marinadetje. Heel simpel, heel makkelijk. Het is gewoon alleen maar knoflook, olie en peterselie. En nou, die drie ingrediënten, die gebruiken we ook altijd in het restaurant, in ons Spaans restaurant. Ja, dat is een magische combinatie. Dus ik zou zeggen, laten we meteen vlug aan de gang gaan. Nou, als eerste ga ik beginnen met een beetje de groenten te snijden. Ja, je ziet, er zit van alles dicht hier zo door elkaar heen. Maakt op zich niet uit. Ik ga even wat een bakje pakken. Een schaaltje. Waar ik alles in kan doen. Ik heb eigenlijk van alles wat over in de koelkast. Of in de schaal. Ik heb hier nog een rood uitje, zie ik. Nou, kunnen we prima gebruiken voor het mengseltje. Kijk, groenten. Zo'n groentemixje, dat mag eigenlijk alles bevatten wat je in je koelkast hebt. En wat een beetje qua smaak lekker bij elkaar past. Nou ja, er zijn eigenlijk maar heel weinig dingetjes qua groenten die echt niet bij elkaar passen. Maar dit soort algemene dingen als een stukje ui, een champignonnetje, een tomaatje, een paprikaatje, een broccolietje, worteltjes. Ja, die kunnen natuurlijk overal wel bij. In de schaal gaan we straks gewoon lekker door elkaar heen gooien met een beetje olie. Zo. Nou, moeten we meteen van huilen. Dat is een goed uitje, laten we maar zeggen. Als je nou denkt, waar is die gast mee bezig? Hij heeft gewoon tranen in zijn ogen. Even wat lastiger snijden. Zo. Ik haal de kopjes en de kontjes ervan af. Zo, een mooie kleur. Zo, even een stukje broccoli erbij. Hoeft natuurlijk niet te veel, gewoon eventjes een aantal roosjes. En die gaan we ook gewoon lekker klein houden.
broccoli. Een paar champignons erbij. Altijd lekker. En dan wat ik zelf heel erg belangrijk vind, is tomaatjes erbij. En tomaatjes die geven, het zit buiten omdat het wat vocht geeft, maar die geven ook een bepaalde smaak aan, een frisheid. En die combinatie die maakt altijd dat het echt net even wat anders is, als dat je die tomaat weglaat. Het is echt een soort aanvulling van hetgeen wat je anders tekort zou komen. Maar goed, ook dat is je vrije keuze natuurlijk. Als je zoiets hebt van, ik heb niks met tomaten, laat hem vooral weg. Maar dat kan en mag natuurlijk allemaal. Ik geef alleen maar even een voorbeeldje hoe je snel een maaltijd in elkaar kan zetten. Wat ook nog even iets anders is dan gewoon een patatje en een frikadel. Of een kroket. Ik zal ook nog eens een keertje een item besteden aan alles wat je gewoon kant-en-klaar kan kopen. Die je net eventjes wat kan verbouwen, om dan tot uiteindelijk zeg maar toch nog iets van jezelf te komen. Dus dat je eigenlijk gewoon kant-en-klare zakken gebruikt, bijvoorbeeld diepvriesgroenten, en dat ze daar dan iets gaan toveren, totdat het ineens je eigen productie gaat worden. Maar dat is toch allemaal hartstikke gaaf. Nou oké, dus dat hebben we dan gedaan. We hebben nu de groenten klaar. Het volgende is dat we dat mengsel gaan maken. Nou, daarvoor heb ik nodig mijn staafmixer of een gewone mixer. Je kan het natuurlijk ook allemaal met de hand doen. Dat is allemaal je eigen keuze. Ik gebruik hiervoor 3 teentjes knoflook. En aangezien het toch allemaal door de blender gaat, hoeft het voor mij niet heel te blijven. Dus daarom geef ik gewoon een klapje erop. Dan kan je zo heel makkelijk het velletje ervan afpellen. Hop, en zo in. Nog even zo. En dan heb ik een plantje met peterselie. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar goed, ik kan ook altijd natuurlijk peterselie gewoon in de winkel kopen. Kijk, zo, hups. Misschien nog even een klein beetje erin. Peterselie altijd lekker fris. En even een beetje olie erbij. Zo, netjes. Hierop. Staafmixer. Mixen. Maar we kunnen rond van tijd en wij ons mengseltje al klaar. En die gaan we voor 2 doeleinden gebruiken. 1 is natuurlijk gewoon lekker over het vlees straks te gooien. En andere is dat we het een beetje door de groente heen gaan mixen. Dan is het net even wat anders, net wat spectaculairder van smaak. Oké, nou ik zet de inductie alvast weer aan. Eerst een pannetje voor de groenten. Dus ook hier doe ik een klein beetje olie in. Niet te gek veel, want we gaan straks natuurlijk het oliemengseltje er ook nog in doen. Even zorgen dat hij goed heet is. En dan gaan we meteen even een pannetje klaarzetten voor het vlees. Die heeft natuurlijk ook olie nodig. En wat we natuurlijk nog meer nodig hebben met het vlees is een beetje peper en zout. Je kan natuurlijk zelf kiezen wat je daarvoor wil gebruiken. Of je zeezout of gewone zout of jodiumzout wil. Ja. In de tussentijd kan ik eventjes het vlees plat slaan. Zo.
Doe gewoon in een plastic zakje. Dan weet je in ieder geval zeker dat je niet overal allemaal spetters krijgt. En ik sla het gewoon. In dit geval met een... sla ik het lekker plat. Kijk, en dan is dit ongeveer het eindresultaat. Gewoon even uit het zakje halen. Netjes toch? Nou, doen we een beetje zout op. En ik zie alweer dat de olie goed is voor mijn voor de groenten. Altijd even een beetje indeppen. Zo, netjes. Nou, dan kunnen de groenten alvast in de pannetje. Wat ik doe is nu even proberen een beetje die rode ui in wat kleinere stukjes te krijgen. Nee, ik heb er natuurlijk halve maandjes van gemaakt. Maar die zitten natuurlijk altijd nog lekker aan elkaar. Je kan dat natuurlijk van tevoren doen voordat je het in de pan gooit. Maar ja, anderzijds, je hebt toch niets te doen als je bezig bent in die pan. Dus dan kun je net zo goed het in de pan zelf doen. Maar doe vooral wat je zelf fijn vindt. Zie je, alles begint al een beetje te slinken. En al die kleuren die komen nog wat helderder naar voren. Ik vind dat altijd zo wonderlijk van het bakproces. Dat als je zo'n broccolietje erin gooit, eerst dat hij gewoon normaal groen is, dan wordt hij ineens zo... Ja, hij geeft zo'n mooi kleurtje groen af. Kijk, hier is een heerlijk mengseltje. Nou, die kunnen we gewoon naar de gang laten gaan. Even een beetje een dekseltje erop, zodat het een beetje kan smoren. En dan hebben we het mengseltje wat we over het vlees heen willen gaan doen strakjes. Dat doen we als laatste. Daar kan je voor kiezen om dat met een kwastje te doen. Gewoon in en dan daarna eroverheen. Of natuurlijk gewoon met een lepeltje. Maar goed, dat is gewoon je eigen vrije keuze. Zo, nou dan gaan we even wachten op de groenten en dan kom ik straks terug met het vlees. Nou, welkom allemaal terug. Ik ben nu het pannetje aan het verwarmen voor het vlees. Hij staat nu op het vuur. Dus we gaan even wachten tot de olie goed warm is, goed heet is. Ik heb in de tussentijd natuurlijk met de deegroller in het plastic het vlees plat geslagen. Dat kan je ook met een hakbel doen of met iets anders wat zwaarder is. Wat je maar voor handen hebt, dat kan je in ieder geval daarvoor gebruiken. Daarna heb ik natuurlijk olie en zout gedaan, of peper en zout gedaan. Dus dat staat alvast klaar. Ik heb het oliemengseltje natuurlijk hier zo klaar staan. Die gaan we straks met een kwastje gaan we het vlees mee insmeren. De groentes heb ik tussentijds lekker eventjes laten gaar worden. Die is al helemaal klaar. Dus daar kunnen we straks het bord mee maken als ondergrond. En daarop doen we lekker het vlees. Ik ga vast even een bordje pakken. Ja, even kijken. Nou, de olie lijkt al de goede kant op te gaan. Proost allemaal. Even een slokje. Wat heel belangrijk is met biefstuk is dat je hem goed dicht laat schroeien. Dus vooral de olie die je in de pan hebt moet goed heet zijn. Dan gooi je het vlees erin, hij schroeit dicht. En dan kan je hem daarna weer meteen omdraaien. Dan krijg je mooi zo'n laagje eroverheen. Je kan er natuurlijk voor kiezen wat je zelf wil. Hè? Of je hem rauw of medium of doorbakken wil. Mijn voorkeur gaat uit om hem gewoon om en om te doen. Gewoon eventjes dicht te schroeien, andere kant dicht te schroeien en dan klaar. En dan gewoon het mengseltje eroverheen en dan is het wat mij betreft goed.
Dus nou ja, dat gaan we dus over heel snel uitvoeren, want we gaan natuurlijk meteen tegelijkertijd het bord maken. En dan zijn we eigenlijk al helemaal klaar, zo snel is het al. Dus, de olie is klaar, het pannetje staat ervoor klaar. Ik pak het stukje vlees, gooi hem erin. Zo, nou, we kunnen even in de tussentijd beginnen met het opbouwen van het bord. Dus ik doe alleen maar gewoon even wat groentjes over het bord neerleggen. Dat is het ondergrondje. Dus al die mooie kleuren, al die mooie mengsel. Smaakt heerlijk, is gezond. Het vlees die staat lekker. Nee, je ziet al. Even een beetje draaien. Ik heb nu olie gebruikt. Je kan hem natuurlijk ook verkiezen om nu op dit moment, als je voordat je hem gaat omdraaien, nog even een crunchje boter erbij te doen voor romig. Dat is natuurlijk gewoon aan jezelf. Kijk. Ja, ik vind het alweer een prachtige kleur. Ik ga nu even het mengseltje er een beetje overheen doen al. En dan probeer ik het eigenlijk niet zoveel in de pan te doen. Maar gewoon echt op het stukje vlees. Nou, je ziet het wel, hè? Je moet wel daarna lekker schoonmaken. Maar ja, het maakt allemaal niet uit. Het is toch een snelle maaltijd. Dus heb je ook een beetje tijd om het schoon te maken. Ik ga hem nog even omdraaien. Dan kan ik deze kant ook insmeren. En nu ruik je al met al die knoflookjes die heerlijk in het pannetje beginnen te smaak te krijgen. Ik draai nog één keertje om. Kijk hoe mooi die er wel uitziet. Qua kleur ook. Fantastisch, hè? Je gaat nu zo het bord op. Ik zeg op, de olie eroverheen. En klaar. Dus dit is hem. Wij zeggen eet smakelijk. Like hem. En als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer dan op mijn kanaal. En dan zie ik je graag terug in de volgende aflevering van De Snelle Maaltijd met Mike. Tot dan!